ja, dit stokje is heel belangrijk, omdat het daarbij kan helpen om de tong omlaag te houden terwijl je zingt. Ik ben Adina, ik ben de zangeres van Peacock in Concert, ben 28 jaar oud en werk sinds het begin van Peacock in Concert met Peacock samen. Ik studeer voor docent Duits en begin nu aan mijn laatste jaar van de opleiding. En ja, verder zing ik naast Peacock nog klassieke concerten. Ik heb ook een Duitse band. Het zijn eigenlijk allemaal Nederlandse bandleden, maar we maken Duitse muziek. En ja, in mijn muziekgeschiedenis heb ik eerder een metalband gehad. We hebben Nightwish gecoverd. En verder heeft een musical ook gezongen. En een aantal opera's waar ik de hoofdrol mocht zingen. Eigenlijk is dit de enige uitschieter die ik heb in mijn repertoire. Want ik zing over het algemeen wel alleen maar klassiek. Met mijn Duitse band zingen we eigenlijk Duitse poprock. En vaak zing ik daar ook in de achtergrond. Dus ik zing niet alles als liedzangeres. Hoe heb ik Peacock leren kennen? Eigenlijk over een gemeenschappelijke vriend. Namelijk de oude huisgenoot van mijn man. En hij kende Peacock en hij wist dat ik zing. Peacock was op zoek naar een zangeres en hij heeft ons in contact gebracht. Wat kan ik over Steve vertellen? Ik vind hem vooral een grote, altijd blije beer. En vind het super fijn om met hem samen te werken. Echt iemand die heel enthousiast is en ook echt zin heeft in die dingen die hij aanpakt. En zo is het ook echt leuk om samen iets neer te zetten en te weten van het is niet alleen werken, maar ook samen plezier hebben. Oké, naast klassieke muziek die ik dus zelf maak, luister ik vooral ook naar musical. De Frenchcore gemixt met klassieke muziek vind ik super interessant. Ook omdat ik vroeger dus bij een metalband zat. Ik moet zeggen, ik luister nu niet meer heel veel naar metal, maar ik was echt een hele grote fan van juist de mix met grunge en klassieke zang. En dat herken ik een beetje in de Frenchcore van Steve. Action. Ik denk eigenlijk dat het heel goed bij elkaar past. En sowieso, zoals Dr. Peacock het neerzet, geeft hij juist de klassieke muziek heel veel aandacht. Zoals hij dat ook verdient of hoe het altijd al werkte. En ik zie eigenlijk alleen nog maar hoe geweldig die muziek is en hoeveel gevoelens vrijkomen. En ik vind het trouwens ook heel erg mooi dat op deze manier klassieke muziek weer bij alle mensen komt. En niet alleen maar bij een specifieke groep. Steve zegt dus dat, dat hij het fijn vindt dat de emotie wordt overgebracht op de bezoeker door zijn muziek. En door de klassieke muziek vooral. En dat zie ik ook zo. Ik vind het heel gaaf om ook te zien hoe het publiek reageert juist op grote tonen en hoe soms de tranen vloeien. En ja, je ziet gewoon wat de muziek met een mens doet. Wat was mijn mooiste moment met Peacock in Concert? Ik moet meteen aan DEFCON denken. Ook DEFCON van dit jaar, maar vooral DEFCON 2017. Want het was echt fantastisch om voor het eerst te zien hoe overweldigend die muziek is voor het publiek. Hoeveel krachten daar vrijkomen. En ik herinner vooral ook nog de vlammen op het podium. Hoe warm ik het daarvan kreeg. Dat was een ervaring die ik voor het eerst heb meegemaakt. En ja, het was gewoon een en al fantastisch. Echt superleuk om mee te maken. Wat zijn mijn verwachtingen voor het concert in Tilburg? Ik denk dat er vooral mensen op afkomen die onze act heel graag willen zien. En mij lijkt het een iets knussere sfeer, omdat het dan toch eigenlijk een poppodium is. Natuurlijk komen daar ook heel veel mensen. Maar het lijkt me vooral gezellig, omdat het echt mensen zijn die daarvoor hebben gekozen om ons te willen zien. Ja, Peacock in Concert is uitverkocht. En wat ik nog tegen de bezoekers wil zeggen, dat ik het echt super gaaf vind dat jullie dit steunen. Wat wij hebben neergezet. En ik vind het heel vet dat klassieke muziek zo ook weer onder de aandacht komt, maar op een hele andere manier. En ja, tegen de Duitse fans wil ik zeggen, als Duitse, super cool dat ihr dabei seid. En ik freu mich, wenn ihr es auch nach Tilburg schafft. BKJN Events. Harder than the rest.